De werkzaamheden aan de Hoge Straat in Druten hebben al behoorlijk vertraging opgelopen. Half april werd begonnen met het opknappen van het Druten Centrum en 9 mei had het parkeerterrein achter de blokker al opgeleverd moeten zijn. Maar een maand later was dat nog niet het geval. Auto's kunnen er wel parkeren, maar de omgeving is nog lang niet klaar. Ook het straatwerk duurt nog wat langer dan verwacht. Winkeliers zijn wel tevreden over dat er in de planning zoveel mogelijk rekening met hen wordt gehouden.